Wel, we woonden daar onder een ding bij Leo Jacobs. En toen zei broer Theo, ga je mee? Maar dan wouden we nog even naar die boer toe. De boer De Lint. De Lint. Ik zei, oké, gaan we met je mee. En onderweg liepen we zo, misschien een halve kilometer hier naartoe. En het was nogal druk in de lucht. Het was erg rumoerig. Veel hele konvooien met vliegtuigen kwamen hier over. En ja, het was nogal druk. Dus we liepen toch maar door. We kwamen hier van De Lint. Het was dus zo druk. De Theo gaat hier even aan een dik zitten. Dan gaan we ons gemakje naar kikken. En die vliegtuigen. Dus we zaten op de kikken. Ik zat daar zo op een gemakje. Kijk. Hey, Theo. Zat die Theo. Er zijn vliegtuigen in de brand. Verraak. Verraak, weet je niet. En ik zat die klep gaan naar boven. En die vent, die piloot, die gaat staan. Die staat op de rand. Die springt. Recht naar beneden. Maar ik kom hier staan langs toe. Ik zat er. Hoi zo. Ik ben nu opzij gegaan. Hoi zo bang, hè? Zet die valboog op ons. Kom hier. Dan gaan we gauw weg. Hé, broer ouwe, die bleef zitten. En ik kom weer eenmaal terug. Ja, daar lag hij. Ik zag hem leggen. Dan leer je aan Sjan. En Theo wou er naartoe. Zei Theo, bluf hier. Want straks komen de Duitsers. Die nemen je mee. Toen ben ik alleen. Ja, maar je ging toch door. Maar ik kwam toch gelukkig terug. Ja, die was net terug. Toen kwamen 20 Duitsers hier naar beneden. Die was een afrit zo. En zelfs dokter But was daar nog bij, onze huisdokter van de Bommel. En toen zei broer Theo, wat moet die huisdokter nou doen? Je denkt me toch niet van gedachten zijn dat hij nog leeft? Ze zei, dat denk ik ook niet. Ik zei, laat toch maar kijken dan. Maar het was dan wel fijn voor 200 meter naar beneden valt. Dan heb je toch geen, geen spierleven meer in. Nou, zo is dat gegaan. En